Goeiedag, het is onbestendig weer deze dagen. Duidelijk te merken buiten, af en toe de buien die overtrekken, felle buien ook. Dan weer brede opklaringen, het zonnetje erbij en wat gematigde temperaturen. En deze wateroost, dat is ook typisch zo'n beeld van dat wisselvallige en onstabiele karakter waar we vaak mee te maken hebben. Mooi voorbeeld hier, gefotografeerd op woensdagochtend aan Katwijk aan Zee. We zien ook echt het water hier een beetje opgezogen worden als het ware. En dat levert dan een heel mooi plaatje op. Ja, onbestendig weer, dat wil niet zeggen dat het altijd maar grijs is en dat het altijd maar regent. Dat levert ook deze foto's op. Blauwe luchten en kleine stapelwolken. Woensdagmiddag kunnen we daar ook best wel van profiteren. Donderdag zal het er heel anders uit gaan zien, want dan krijgen we weer te maken met veel bewolking en ook geruime tijd regen. Dat is weer een andere variant. Laten we maar eens gaan kijken naar de kaarten voor de komende periode. Dan gaan we eens even kijken naar de pluimverwachtingen onder andere. Maar we beginnen met het bovenluchtpatroon op 500 hectopascal. Dat is zo'n 5 kilometer boven ons hoofd. En zo'n patroon, zo'n stromingspatroon, dat geeft altijd wel een aardig beeld van de weersveranderingen die kunnen gaan optreden. Als daar ook veranderingen in komen. Maar dat valt reuze mee. En dan verklap ik het eigenlijk al een beetje. Het blijft voorlopig wisselvallig. Een westelijke stroming op die 5 kilometer hoogte, dat kunnen we goed zien hier. Er is wat koude lucht in het oosten van Europa. De warme lucht zit duidelijk in het zuiden van Europa. En dan zet ik de animatie aan en dan komen we op de donderdag en geleidelijk aan ook op de vrijdag. En dan zien we dat die stroming toch vrij west-zuidwestelijk blijft. Er komt een nieuwe koude pluk boven Schotland uit. En in het zuiden van Europa blijft juist die warme lucht aanwezig. Inmiddels is het alweer maandag geworden op de weerkaarten. De koude lucht blijft in het noorden, de warme lucht in het zuiden. En wat vooral ook opvalt is die westelijke stroming boven Nederland. En dat betekent dat we heel weinig verandering kunnen voorzien de komende tijd. Het blijft wisselvallig weer in Nederland. En de warmte die zit juist hier in het zuiden van Europa. Ook daar gaat niet veel veranderen. Al die bosbranden, natuurbranden die er woeden her en der in het zuiden van Europa, die gaan niet door een weersverandering minder worden. Nee, sterker nog, dat zal echt alleen maar door brandweerlieden kunnen gaan gebeuren. Want die warmte die blijft aanwezig, de droogte blijft aanwezig en soms ook wel die stevige wind die ervoor zorgt dat vuur makkelijk kan aanwakkeren. Niet echt veranderingen dus in die omgeving. We pakken de weerkaarten erbij van het Amerikaans model. We hebben nog steeds dat hoge drukgebied bij de Azoren, maar die uitloper die ligt zuidelijk en die ligt dan vooral boven het zuiden van Europa. Wij hebben te maken met die westcirculatie, de lage drukgebieden die vanaf de oceaan richting Groot-Brittannië trekken en dan naar Scandinavië, waar het ook erg nat is deze tijd. Ja, daar komt geen verandering in. Heel af en toe een wat betere dag, soms een wat slechtere dag, zoals donderdag. Dan is het een regenachtige dag. Vrijdag weer buien, zaterdag ook een dagdeel buien. Zondag wordt het weer wisselvalliger. En dan begin volgende week, dan komt het lage drukgebied dichterbij. En dat is dan het volgende lage drukgebied. Wat hier, en kijk, dan zien we weer veel blauw en geel. Dat betekent neerslag. Ook dat wordt weer een wisselvallige periode begin volgende week. En in het zuiden van Europa, daar blijft het droog. Daar kan eens af en toe een warmteonweder gaan ontstaan. Dat is dan misschien de kleine verandering die gaat optreden. Kortom, wisselvallig weer. Met morgen, ja, ik zou bijna willen zeggen, dat is toch voorlopig wel weer even het dieptepunt hoor. Dat wordt een grijze dag met langdurig regen. Die regen gaat al in de nacht van woensdag op donderdag beginnen te vallen vanuit het westen. En donderdag overdag zal dat dan gewoon doorgaan. 18 of 19 graden wordt het hooguit met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de dag gaat die regen wel af en toe ook over in wat langere droge periodes. Maar ook in de avond kan er nog steeds neerslag vallen. De dagen erna dan, nou dan zien we gelukkig wel weer af en toe de zon ook in de kaart. Temperatuur gaat ook wat omhoog, vrijdag 22 tot 24 graden. Met zo af en toe een bui die er kan vallen. Dat geldt ook voor de zaterdag, vooral in het eerste dagdeel. En ook zondag is een wisselvallige dag. En het blijft vooral ook aan zee stevig waaien. Matig tot krachtig uit het zuidwesten. Nou, dan die pluimverwachting. Die gaat wat verder kijken. Die kijkt zo'n 15 dagen vooruit. Zien we dan een tendens? Nou, heel lichtjes. Wat vooral opvalt is dat aan het eind van de pluim we wat meer warmere oplossingen gaan krijgen. Dus mogelijk dat niet zozeer volgende week, maar die week erop die temperatuur wat omhoog wil. Natuurlijk, het is ver weg. Heel veel onzekerheid. Maar het is misschien toch een lichtpuntje voor de mensen die wat warmer weer willen hebben en misschien ook wel wat stabieler weer. Maar voor het zover is, houden we toch echt heel lang die periode van temperaturen gemiddeld genomen rond de 20 graden. In het zuiden zal het iets warmer zijn. Er zijn geen uitschieters te verwachten.
kan het ook mooi laten zien aan deze kaart. Dat is de kans op zomerse warmte. Dan gaan we uit van 25 graden. Dan heb ik maar even voor het gemak, het makkelijkste, of de regio gepakt die het vaakst de warmste lucht heeft en dus de hoogste temperaturen. Nou, dan zien we een heel klein kansje aan het eind van de pluim dat we weer eens in de 25 graden gaan komen. Maar die hele periode daarvoor is die kans op 25 graden in het zuidoosten van het land nou vrijwel nihil. En dat geldt dan natuurlijk ook voor de andere regio's, omdat die warmte altijd het eerst zich openbaart in het zuidoosten. Tot slot, die moet ik u ook laten zien, de neerslagprognose. Nou, als je van droog weer houdt, word je hier niet vrolijk van. En in de vakantie is het toch vaak wel prettig als je droog weer hebt. Nee, dat zit er voorlopig niet in. De kans op neerslag is erg groot, zeker in het begin van de periode. We zien gewoon hier heel veel staafjes staan met hoge percentages. Aan het eind van de periode wordt het dan wel wat minder, maar het is erg ver weg. Voorlopig in Nederland wisselvallig zomerweer met temperaturen die wat laag zijn voor deze tijd van het jaar. Nog fijne dag.